normaal gesproken drukke bedoeling. Dan zie ik iedereen uit volle borst mee, maar... Het is mooi in Almelo. Zo, goedemorgen. We zitten nog midden in de coronapandemie, maar in de eredivisie wordt gewoon doorgevoetbald. En vandaag twee wedstrijden op het programma waar ik heen ga. PEC Zwolle tegen VVV en Heracles Almelo neemt het op tegen Sparta. En ik neem je mee achter de schermen. Zo, we nemen best wel wat mee naar een wedstrijd. Ik heb altijd mijn eigen tas met gewoon natuurlijk mijn laptop, pen en papier. Een cameratas. Verder radioapparatuur om live verslag te kunnen doen tijdens de wedstrijd. En natuurlijk statief. En tegenwoordig nog een extra statief om de geïnterviewde op 1,5 meter te kunnen houden. Dus aardig wat spullen. Dankjewel. Stadionspeaker. Dames en heren, het is natuurlijk wel helemaal niemand. Het is helemaal stil en leeg. En hierboven de perstribune, waar we met een klein clubje nog wel verslag mogen doen. Een paar dingen die ik altijd doe van tevoren. De opstelling uitschrijven van beide teams. Verder wat statistieken, wat feitjes die ik eventueel tijdens de wedstrijd kan gebruiken. En altijd een schermpje ernaast om eventueel nog herhalingen te kunnen zien. En hiermee maak ik verbinding met de studio van RTV Elst. 17 minuten wedstrijd, PEC heeft wel vaak de bal, maar de beste kansen zijn toch echt voor de ploeg uit Venlo, de ploeg van trainer Jos Luhukay. Twee kansen, allebei voor de oud-speler van PEC Zwolle, Vito van Krooi. Ja, alles bij elkaar, een lekkere zondag nog tot nu toe, zo'n lunchwedstrijd. Nou, dat was hem. De eerste wedstrijd van vandaag. Interviews die staan erop. Die gaan dan nu naar de redactie van RTV Oost, waar ze worden verwerkt. Hier nog eventjes mijn spullen opruimen. En dan door naar Almelo. Belangrijk in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal. Het is mooi in Almelo. Een beetje sfeer brengen hier, hè? We zijn hier alleen. Het is 1-0. Het is Lerti die je maakt. Eigenlijk echt vanuit het niets valt dit doelpunt. Burger kopt de bal door naar een vrije trap. En Ties schiet die bal wel echt heel fraai binnen. En raakt dus Almelo in de... blessuretijd nog een gelijkmaker via Rai Vloed. Heel moeizaam moet ik zeggen. Ik denk dat we wel goed begonnen aan de wedstrijd. Eerst 10 minuten kwartier. Daarna zakte het denk ik heel ver weg. Ja, en dat was hem alweer. Twee wedstrijdjes op de zondag. PEC VVV dus en Heracles Sparta. Heerlijk om te doen. En leuk dat je even gekeken hebt. Tot de volgende!